Inderdaad, zoals mevrouw de voorzitter zei, zullen wij het vanavond hebben over het vijfde salon van de filosoof Denis Diderot. Want, zoals u misschien weet, Denis Diderot is niet alleen bekend van het schrijven of het redigeren van de encyclopedie, hij is onder meer bekend ook van een aantal kunstkritieken. En wij zullen het vandaag hebben over die kunstkritiek, dat salon van 1767. Excuseer, dames en heren, dit is van een vorige aanverwante lezing. Dit is Adrienne Lecouvreur, maar haar levenseinde is wat tragisch, of althans... Nu, zit u met een probleem. Want dat mogen duidelijk zijn dat dat een schilderkunstige techniek is waarmee de suggestie wordt gewekt. Nu moet je afvragen hoe de beschrijver van een schilderij dat moet doen. Want Diderot, die wil namelijk ook dat wij als lezers van die kunstkritiek geloven dat hij een aantal wandelingen gaat maken. Hoe werkt hij in feite aan de lezer de suggestie dat ook de lezer als het ware in het beeld kan gaan stappen en een wandeling kan gaan maken? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Want u kunt mij gerust een vraag stellen als u dat wil. Stel gerust vragen, hè. Ik ben alles en niets. En als je wilt, ben ik in acteur, in actrice, de actrice. Je suis Adrienne Lecouvreur. Schrijver.
madame, une promenade. Volontiers. Ze vinden de natuur enkel goed en mooi als ze hun haar gunsten schenkt. Zoals we kunnen recapituleren wat het eerste deel van deze lezing betreft, hebben we gezien dus dat Diderot het effect van kunst op een kijker gaat onderzoeken aan de hand van die hele fictie die hij ontwerpt dat iemand in het schilderij zou kunnen gaan wandelen. Dus wat doet hij hier? Hij stapt als het ware uit het beeld, hij neemt afstand van het beeld en hij zal het beeld van op die afstand gaan beschouwen en daar dan specifiek die mengeling van angst en genot gaan ervaren. Is dat duidelijk? Ik vraag mij nu wel af wat daar onrustwekkend aan is. Denk ik in een aangename zomeravond, wat is daar zo subliem aan? Nu kent je die... Collega's!
de sloep te zwemmen en er zich aan vastklampen. Ik zag dat de sloep op het punt stond te zinken en dat zou ook gebeurd zijn. Ware het niet dat de inzittenden, vrede met van de noodzaak, handen hadden afgehakt, hoofden gekliefd, kelen hadden overgesneden en zwaarden in borsten geplant en zo hun medemensen hadden gedood, hun reisgezellen hadden afgeslacht, hoewel die te vergeefs vanuit de kolkende zee hun smekende handen uitstaken en gebeden tot God richten die niet verhoord werden. En gebeden tot God richten die niet verhoord werden. En gebeden tot God die niet werden verhoord.